Ja, ik ben hier vandaag bij het Groot Arsenaal in Bergen-op-Zoom. Waar merk toch een sterk vandaag een soort van manifestatie houdt. En allerlei activiteiten onderneemt waar het publiek op af kan komen. En je komt hier keurig voorbij. Als je binnenkomt, staat een soldaat op wacht. En hij vertrekt geen spier van zijn gezicht. En dat is toch een echte man van vlees en bloed, zonder twijfel. Maar hij houdt trouw de wacht en we zullen eens kijken of we ongestoord voorbij deze wachtpost naar binnen kunnen komen. Ja, Bergen-op-Zoom heeft uit zijn militaire verleden als garnizoenstad natuurlijk nog een aantal mooie, imposante gebouwen overgehouden. Die allemaal zijn gerestaureerd en nu in gebruik zijn voor verschillende doeleinden. En vandaag is daar, merk toch hoe sterk, prominent aanwezig. Ja, het is op de binnenplaats hier, of de binnenplaats kun je het niet echt noemen, van dit Groot Arsenaal gebouw. Een gezellige drukte. Er zijn nog wel wat mensen op afgekomen, maar er zal nog wel meer gebeuren. En het is goed toe voor vandaag, want het weer leent zich uitstekend voor een dergelijk gebeurtenis. En daar wordt gezongen. En dat is mooi om naar te luisteren. We gaan eens wat dichterbij kijken. Ja, ik spreek nu even met Pete Baks. Toch eigenlijk ook een van de grote promotors van Merk toch hoe sterk. Jawel. En jullie hebben vandaag een prachtige manifestatie. Is dat de bedoeling om Bergen kennis te laten maken, beter kennis te laten maken met Merk toch hoe sterk? Inderdaad. De achterliggende gedachte van dit verhaal is inderdaad het Merk toch hoe sterk. Dat is het geuslied, het bekende volkslied van Bergen-op-Zoom. Dat bestaat over een aantal jaren, 400 jaar. En we willen dit een soort start, spin-off geven om dat te gaan herhalen. Dit is eigenlijk het begin, maar het kan uitgroeien tot weer het verhaal wat we jaren 4, 5 geleden op de Kiekendepot hebben gedaan. Oh, ja. Dat is eigenlijk een beetje de insteek. Maar er is vandaag van alles te doen. We proberen ook van allerlei andere disciplines, culturele, creatieve gezelschappen hier bij elkaar te brengen. Nou ja, je ziet onze eigen club. Ja. Er is een ridder die geeft instructies. Het CQ-koor is aanwezig. Maarten Stalpen speelt barokmuziek. SBM geeft rondleidingen. Aan de voorkant heeft u vaste verkeer gezien. Een garnizoenskapel uit de jaren 50. Die typische jaren 50 soldatenliederen speelt. Beurtie Matthijs staat op wacht. Ron van Meegeren heeft een geweldig voertuig staan. Dus nogmaals, we willen het Merk toch sterk en het garnizoenslegerverleden van Bergen-op-Zoom weer upgraden. Er is hier een geschiedenis van 400 jaar geweest van legerverhalen. Dus dat willen wij eigenlijk benadrukken en een eigen feest van maken. Juist, nou, en het lijkt erop dat het een feest wordt vandaag. Ja, dat het weer werkt mee. Het is lekker weer, de mensen gaan, we kunnen weer zitten. We hebben hier een carousel optredens. Dus om de tijd treden er wat mensen op. En dat doen we 3 keer per dag vandaag. Dus, en we gaan dadelijk weer verder met ons stuk in Kannen en Kruiken. In Kannen en Kruiken. Nou, alles in Kannen en Kruiken. Dankjewel. Goed, goedemiddag verder nog. En leuk dat je weer langs komt om een mooie film te maken. Doe we. Prima, hartstikke goed. Dankjewel. Laten we horen wat ze kunnen.
Het zijn echte zwaarden, zeggen jullie, hè? Ja. Nou, dan maar eens horen. Nou, dat klinkt goed. Die zijn zwaardvechters. Ja. Is dat, dat is uiteraard gewoon een leuke hobby, en, want dat is geen beroep, hè? Vroeger misschien wel. Het is daar tegenwoordig niet meer. Het is, het leger kom je er niet ver mee. Nee. Maar wij beoefenen het als sport. Ja, ja. Ik ben zelf ook sportleraar, dus wij geven er ook gewoon les in en hoe het moet. Komt dat dicht bij wat schermen noemen, of is dit veel zwaarder werk? Nou, schermen is wel degelijk verwant aan. Uh-huh. Alleen het zijn iets handzamere dingetjes als dit. Ja, ja, wat weegt nou zo'n zwaard? Deze zijn een kilo of 5, denk ik. Juist. We doen het meestal wel wat lichter, hoor. We hebben daar wat lichtere versies van. Ja, je hebt ook 1,5 kilo. Het is helemaal niet zo. Maar zo'n zwaard als dit, dat werd vroeger denk ik ook gebruikt voor, laten we zeggen, executies, onthoofdingen en dergelijke. Nee, deze zijn voor op het slagveld. Oh, echt op het slagveld? En dit is voor pikeniers mee aan te vallen. En wat is een pikenier? Een pikenier is iemand met een hele grote speer van 6 meter lang. Ah! Zo, maar dat die is dit. Op een rijtje staan die dan maar vals spelen. En dan gaan ze over elkaar heen prikken. Zo. Toen ben je gewoon een groot zwaard meenemen. Maar ik kan me voorstellen, Jozef, zijn verder zeer vrede lievende mensen. Oh. Ja hoor. Ja. Oké, dankjewel. Als prominente toeschouwer met het mooie gebeuren. Alles in kannen en kruiken. Dat zijn allemaal originele kruikjes. Nog uit de oude tijd. Echt. Maar allemaal helaas wel leeg zeker, ook die kruiken. Ja, ik zal er maar even bij, hè? Ja, met wat dan? Wijn, bier, water. Het is echt dorstig weer vandaag. Ja, wel dorstig weer. Ja. Je kunt ook zelf volkomen. Tijd, toen Alva werd verslagen, toen konden we toch, als we deze vlag al hadden, weten we niet uit historisch achtergrond, konden we deze toen hier laten wapperen boven Bergen-op-Zoom. En Bergen-op-Zoom, dat is de stad van Merk toch versterkt. We zijn hier bij een tent. En die heeft een mooie naam. Vaste Verkering.
Ja, dit is een prachtige band die we net hebben gehoord. Vaste Verkering is de naam. Ik denk niet dat er veel bands zijn in Nederland die deze mooie naam dragen. Hoe lang bestaan jullie al? Nou, toch zeker 4 weken. Ja. Echt waar? Ja. Nou, dan spelen jullie verdraaid goed na zo'n korte periode. Ja, toch? Nee, maar alle gekheid op een stokje. Dat is toch wel iets langer, denk ik, hè? Nee, nou ja, wij zijn een gelegenheidsorkest. Ah, juist. En er zitten wel muzikanten bij die vaker met elkaar samenspelen en zo. Ja. Dus wat dat betreft ben je wel een beetje op elkaar ingespeeld. Oh, dit is een gelegenheidsnaam ook? Ja, dat is ook een speciale gelegenheidsnaam. Komt vanuit een serie? Vanuit de serie Het Meisje met de Blauwe Hoed. Ah, juist. En dat staat dan alweer in het licht natuurlijk van Merk toch hoe sterk. Ja, precies. En de Bergse verleden ook van het militaire verleden. Ja. Nou, jullie spelen prachtig. En is er nog meer voorstellingen voor vandaag? Of, ja, we gaan daar nog even op podium spelen. Denk ik. Oh, dan ga je daar nog spelen. Nou. En als het goed is wordt er zelfs nog bij gezongen. Ja. Ook dat nog. En het gelegenheidsorkest wordt dan na deze dag weer even in de ijskast gezet. Ja, precies. Tot volgende keer. Tot de volgende gelegenheid. Nou mannen, jullie waren goed op elkaar ingespeeld. Ik heb het gehoord. Het was leuk. Dankjewel. Ik spreek hier op deze dag van Merk toch hoe sterk hier Romano Groffe. Bekende bakker en organisator uit Bergen op Zoom. En Romano, je staat hier vandaag met je broodkar. En wat heb je voor lekkers voor de mensen hier? Ja, we hebben natuurlijk een broodje gemaakt, broodje bergsbeleg. Broodje bergsbeleg. Direct inspeelt natuurlijk op het beleg van Bergen op Zoom. Ja, ja. En het symboliseert vooral heel veel. Het is een mueslibol met krabsalade, maar het is gemaakt natuurlijk van volkoren. Hele vezel, erin is extra vezel zelfs. En dat staat dan een beetje voor de puurheid en het gezond verstand. Heel belangrijk tegenwoordig. En daarnaast de ruimdenkendheid, daar zit de potpourri aan vruchtenmelange in. Maar we doen er extra vers geroosterde noten op. Krabsalade is duidelijk, denk ik, waarom dat bij Bergen zo hoort. Maar de muzikaliteit van de Bergenaar wordt dan gesymboliseerd met de noten die we nu instoppen. En dat maken we hier ter plaatse vers voor iedereen klaar vanuit de Douwkar met alle attributen van weleer. Juist, ja. Dus zodoende. Oh nee, maar dat ziet er allemaal heel leuk en tot de verbeelding sprekend uit, hè? Nou, en dit is het broodje bergsbeleg, hè? Ja. Tenminste, daar moet het dan het beleg nog op, hè? Dit is alleen nog maar het kale broodje. Ja. Nou, ziet er goed uit. Allemaal zelf gebakken natuurlijk, hè? Natuurlijk. Bij jullie in de bakkerij. Ja, natuurlijk. Kan niet missen, toch? Ja. Nou, fantastisch, Romano. Alsjeblieft. Nog veel goede zaken vanmiddag. Dankjewel. De bloerdige Spanjaard is verdreven! In de grondhof aan de sluwevol Spinola. Hij lokte Maurits, die van Oranje, mee naar Kleef, voorbij Nijmegen. Ook van Bergen werden veel soldaten en alle ruitenvanen opgedragen om met Maurits mee de velden te trekken. Maar wie moest de stad bewaken? Dat weten jullie nog wel, hè? Dat ik gedwongen was te
de burgerwacht in te schakelen. Maar daar hadden de heren geen zin in. Dronken zwelkte zij over de stadswallen. Jullie hadden wel vermoord kunnen worden in jullie eigen huizen. Vandaag is het een feestdag. Kom, s'il vous plaît, we drinken een wijn. Het is op. Kleef, dat is een afleidersmanoeuvre. Spinola wil de berg opzoeken. Op die manier zou wij de Schelde controleren. Dan zou Spaanse schepen vrije doorgang hebben naar Antwerpen. En op die manier zou wij een machtig land van Zeeland en Holland. Waar de straten van vrij lijken met goud, zilver.